het werken alle dagen, leed met haar zoon een droef bestaan. Sinds vader na een pijnlijk ziekbed, zo vroeg van hen was heen gegaan. Zij woonden in een schamel huisje, maar waren aan elkaar gehecht. Wanneer zij vroeg haar kleine jongen, wat komt er nog van jou terecht? Als ik er eens niet meer zal zijn, dan antwoordde haar jongen klein. Moedertje lief, ik besef het zo goed, wat hij voor mij al die jaren al doet. Nog een klein poosje, dan is het gedaan, daar ik voor u dan ook werken kan gaan. Huil maar niet, moeder, dat doet me zo'n pijn. Was ik maar groot, dan zou het andere zijn. Toen is zijn moeder ziek geworden, de dokter werd door Jan gehaald. En uit de beurs van Jantjes moeder, met het allerlaatste geld betaald. De dokter gaf hem een receptje, en zei daarbij tot kleine Jan. Haal eieren en fruit voor moeder, reik dit bij de apteker aan. Toen klom Jan over buurman schep, stal eieren en appels weg. De boer zag Jan vanuit zijn weiland, in kippenhok en boomgaard staan. En pakte Jan die met de rijkdom, vlug naar de moeder wilde gaan. Maar toen hij onder hevig snikken, vertelde van zijn zieke moeder. Toen zei de boer die het ontroerde, breng het dan heel vlug naar haar toe. Klein Jantje dankte met een traan, kwam met zijn buit bij moeder aan. Moedertje, kijk eens, nu knapt u weer op. Ik heb hier eitjes en appels volop. Ik heb ze daar net bij de buurman gehaald. Hij wil niet toestaan dat u ze betaalt. Doch moeder nam niets van Jantje meer aan. Zij was helaas naar den hemel gegaan.